President Chandrika Prasad Santokhi is gisteren na een succesvolle COP28 teruggekeerd naar Suriname. Het staatshoofd heeft tijdens deze klimaattop het standpunt van Suriname als carbon-negatief land vertolkt. Hij heeft ook benadrukt dat met de ontwikkeling van de olie- en gassector Suriname ervoor zal zorgen dat deze carbon-negatieve status gehandhaafd blijft. Santokhi is enorm blij met de totstandkoming van het Loss and Damage Fonds, waarvoor de CARICOM-landen heel lang hebben gevochten. De regering van Suriname heeft onder coördinatie van het ministerie van Volksgezondheid in juni 2022 het herstelplan Zorg HPZ aangenomen om een aantal dringende interventies te plegen in de gezondheidszorgsector. Een belangrijke aanbeveling die gedaan is vanuit de HPZ is het opzetten van een zorgautoriteit in Suriname. Om de zorgautoriteit in te stellen is er een directieteam aangesteld vanuit het ministerie van Volksgezondheid die in 2024 de noodzakelijke voorbereidingen moet plegen hiervoor. Deze voorfase zal bekend staan onder de naam Zorgautoriteit Suriname in oprichting. Immers dient vermeld te worden dat met het instellen van de zorgautoriteit de werkzaamheden van het herstelplan Zorg per 4 december zijn overgedragen aan het directieteam. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid heeft op 30 november de symbolische overdracht gedaan van medicamenten afkomstig uit India aan de directeuren van de RGD en MZ. De overdracht vond plaats in RGD Gezondheidscentrum Lelydorp in het district Wanica. Suriname heeft medicijnen ter waarde van $600.000 ontvangen van India. Deze medicijnen waren eerder symbolisch overhandigd door de president van India tijdens haar staatsbezoek op 5 juni 2023.